Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 16 september. Er hangt veel bewolking boven Nederland en er vallen ook diverse buien. Alleen in Limburg is het vrij zonnig vanochtend. De buien trekken langzaam landinwaarts. En dat betekent dat er plaatselijk veel neerslag valt. Het is ook een frisse dag vandaag. De temperatuur ligt vanochtend tussen de 11 en 14 graden. Vanmiddag wordt het 15 tot 16 graden. Ook dan vallen er verspreid in het land buien. Er staat vandaag een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond neemt geleidelijk aan de buienactiviteit af en dan klaart het ook wat op. En vannacht kan er dan op veel plaatsen mist ontstaan. Morgenochtend kan die mist best wel eventjes hardnekkig zijn. In de middag breekt vaker de zon door, maar vallen er ook weer buien. Het wordt dan zo'n 15 tot 16 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting. Aan zee is de wind meer noordwest. Maandag en dinsdag, ook dan vallen er nog diverse buien en wordt het een graad of 16. Vanaf woensdag zien we geleidelijk aan herstel. Het wordt droger en de temperatuur zal na woensdag ook wat gaan stijgen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.